Wilfried Groothuis, dit leek wel hoogschoolvolleybal, zeker die eerste twee sets. En dan met de weerbaarheid die je in de derde set toont. Complimenten. Dank je wel. Hoe heb jij de wedstrijd beleefd als coach van de zijkant? Ja, heel netjes en stabiel, de eerste twee sets. Eigenlijk zoals we vorige week speelden. En de derde set ben ik over het begin natuurlijk niet helemaal tevreden. Maar we fixen het op tijd. Daar hebben we winst geboekt tegen opzicht van twee of drie eerdere wedstrijden. Dus tevreden coach. Ja, want tegen Sneek ging dat dan mis in die midweekse wedstrijd. Nu pak je het wel op het eind goed op. Ja, klopt. En ik denk, als je heel eerlijk bent, dat de kwaliteit bij ons nu hoger ligt dan bij Setup. En het volleybal wint kwaliteit vaak als je maar niet te laat bent. En we waren op tijd en we deden goed. Ja, je kon heel dwingend spelen. Hè? De paas lag goed, aanval gevarieerd, jullie serveerden gevaarlijk. Eigenlijk staan het gelijk al de ingrediënten natuurlijk. Ja, klopt. We hadden, goed, we analyseren elke tegenstander goed, maar blokkerend verdedigen hadden we ze aardig onder controle. Rosita was heel scherp op Morrow in het begin, maar we serveerden sterk. Lage foutenlast, ja, dat is keurig. Je verliest ook een speelster, hè? Wat is er aan de hand? Enkel? Knie? Ja, enkel verswikt, zoals het er nu naar uitziet. Het is nooit prettig, maar dit is wel een heel vervelend moment. Ja, dat is een hele beroerde timing zo in de playoffs. Ja, vooral heel vervelend voor haar. Niet alle meiden hebben deze fase zo goed gespeeld in het verleden. Dus iedereen die nu niet kan spelen door een blessure of zo, dat is gewoon balen. Vooral voor haar. Ja. Hoe ziet het verloop van die play-offs er nu voor jullie uit? Hè? Wat is het perspectief op die tweede plaats? Ja, volgens mij, als Sliedrecht doet wat ze de hele play-offs zal doen, dat is winnen. Dan wint Sliedrecht van Sneek. Als ze daar 3-0 winnen, staan we op 2 punten van Sneek. Dan kan je zeggen dat we het in eigen hand hebben, want Sneek komt nog hier. Ja, je verloor daar met 3-2. Jullie zijn als ploeg erg aan elkaar gewaagd. Ja, ik denk dat iedere wedstrijd tegen Sneek wel spannend is. En twee ploegen die eigenlijk geen enkel bal kunnen veroorloven om niet te vechten. Dat bleek daar ook. Dus dat gaat sowieso een mooie wedstrijd worden. Ja, ik zag je langs de kant vandaag. Hele brede glimlach. Dit is lekker, hè, voor een coach, want je hoeft niet zoveel bij te sturen, toch? Ja, dat is ideaal. Je kan gewoon het plan voor ogen houden, details blijven sturen. En ja, er gebeuren gewoon hele mooie dingen, zeker de eerste twee sets. En daar kan ik wel van genieten. Tevreden man. Tevreden man.